Hallo dames. Ja. Hallo. Geniet u een beetje van deze mooie lentetuin? Ja, prima. Ja. Mooi. Ik vind het heel mooi. Heel mooi. Echt. Mooi. Ja, ik vind het altijd mooi, maar het thema vind ik ook heel mooi. Komt er wel uit, hè, het Oostenrijkse sfeertje? Ja, ja, zeker. Dat hebben ze goed gedaan. Ja, ik vind die decors ook prachtig. Dat hebben ze het zo mooi geschilderd. Ja. Dat, ja, ik vind het geweldig. Ik vind alle jaren even mooi. Okay. Het is allemaal een ander thema. Ik heb nou een paar zussen mee, die waren nooit geweest. Ja. En die vinden het geweldig. Nou kijk, daar dus doen we het voor, hè? Ja, en dan gaan we volgend jaar, als het kan, weer. Nou. Doen we weer. Hartstikke goed, dank u wel. Ja, dank u. Ziet u een mooi bolgewasje? We staan net met studie daar te kijken dat je toch met 10 of 12 stelen toch zo'n leuk stuk kan maken. Ja, knap is dat, hè? Ik bewonder die mensen die dat opgemaakt hebben. Dat kan ik met studie naar zitten kijken. Ik bedoel, als ik knap de bloemen in de vaas heb, ben ik al blij. Maar... Wat vindt u van de lentetuin? Geweldig. Ja? Ja, ik vind hem heel mooi. Wat vindt u van het thema? Dat is grappig. Ja. Ik zeg net tegen haar, ik zeg, de mensen die het opgezet hebben hier, al die blokken erin. En wat een werk of er allemaal in zit. Ja, uren en uren. Dat wil ik graag geloven, maar het is wel de moeite waard. En ze hebben wel eer van hun werk, want het is waar je kijkt, kijk je. Bloemen zijn altijd mooi, maar ze zijn toch echt wel mooi opgesteld en dergelijke ook. Nee, mijn complimenten voor degene die dat gedaan hebben, hoor. Zo, staat hij erop, meneer? Jazeker. Is hij gelukt, de foto? Dat lukt altijd. Hier zie je genoeg te fotograferen, hè? Ja, daar, ik heb nog wel een accuutje extra bij me, want anders gaat het niet goed. Nee. Wat vindt u van de tuin? Super. Ja? Ik kom hier al zeker een jaar of 6, 7 dus. Ja. Ik vind hem veel mooier als de West-Friese vloer. Ik kan er niks aan doen, maar ik kom zelf uit de Bollenstreek vandaan, ja. Uit de Zuid. Dus. Dan wat dat betreft... Maar dat horen wij graag, hoor, dat het hier mooier is dan bij een ander. Nou, dat zou kennen, maar ik bedoel, het is hier gewoon mooier. Dus. Ja. Daar kennen ze in Bovenkarspel nou wel over bokken, maar ik bedoel, het zit zo. Geniet u een beetje van de bolletjes? Ja, wij vinden het fantastisch. Ja. Komt u hier vandaan? Nee, ik kom uit Egmond, een zeehuis verzorgingshuis. Okay. Dus u maakt speciaal de reis, 91? Ja. Nou, dat zou ik niet zeggen. Ja, maar we zijn er wel. Jeetje. Nou, het is wel fantastisch wat ze hier klaargemaakt hebben, hoor. Ja, en u maakt dus wel de hele reis speciaal voor de lentetuin. Ja, ik heb een zoon, die komt uit Zürich. En die hebben nu een reisje gemaakt even hier naartoe. Nou, wat leuk. Leuk, hè? Ja, uit New York. Zo. Oh ja, uit New York komt hij. Dan wil ik ook nog even met u praten, natuurlijk. Leuk. Ja, want u woont in New York, zegt u. Ik woon in New York, al bijna 30 jaar. Samen met mijn Koreaanse vrouw. Die zou dit ook geweldig hebben gevonden. Ja? Ja. Want dit is echt Nederlands, hè? Ja. Maar dit is wel hoogcultuur Nederlands. U komt wel uit deze streken vandaan, oorspronkelijk? Ik kom uit Noord-Holland. Ja, ik kan nou een beetje Noord-Hollands praten, ja, als moet. Ja. Maar komt u nou speciaal uit New York voor de lentetuin of was u hier toevallig? Ik kom mijn moeder opzoeken, want ja... We weten niet hoe lang God het nog allemaal toelaat. Ja. Ze wordt natuurlijk toch een keer geroepen. En dan kom ik 2, 3 keer per jaar langs. Ja. Maar ik bel haar elke week. Ja. En nu even gezellig met haar naar de lint staan. Ja, maar dit is toch het allermooiste wat je kan doen. Ja. Dit is wat God ook creëert. Ja. We worden gebruikt door God om dit allemaal mee te geven aan andere mensen. Ik merk wel altijd als ik mensen naar buiten zie gaan dat ze er een blij gevoel aan overhouden. Ja, een glimlach op het gezicht. Precies. Net zoals lente. Ja. Je wordt weer wakker. Het is geboren worden. Ja. Opnieuw geboren worden. Ik wens u weer een goede reis terug naar New York. Dank u voor dit geweldige schouwspel hier. Ik zal de dank overbrengen. Ja. Ik vind het mooi dit jaar. Heel vaker geweest? Bijna elk jaar, ja. Je komt hier ook uit de streek vandaan? Ja, Annapolona. Ja. Wat vind je van het thema? Ik vind het origineel. Ja? Ook omdat het toch in de wintermaanden plaatsvindt. En het is gewoon weer eens wat anders. En eigenlijk elk jaar is het weer een ander thema, dus het houdt het wel spannend. Ik vind het ook heel mooi gemaakt, hoe ze de piste in elkaar gezet hebben. Ja, dat is knap, hè? Ja, zeker weten. Ik doe ze niet na. Krijg je nou een beetje een lentegevoel van? Ja, absoluut. Ja, ik vind zeker, absoluut. Vind je hem ook mooi? Echt?
Wat vindt u van de tuin? Ik vind hem heel mooi. Als je dat allemaal bekijkt, ja, er schieten soorten uit. Maar dat is een persoonlijke smaak, die vind ik zelf erg mooi. Ja. Maar er zijn er ook bij, die ga ik voorbij. En ik denk, maar, Bent u een beetje kenner van de bloembollen? Nee, ik ben wel een boerenzomer van de koeien. Ja, dat is een andere vak, hè? Ja. Wat vindt u van het thema? Heel mooi. Vreselijk, het is een jaar of 8, 9 terug dat ik hier nou eens geweest ben. Vreselijk wat ze er een werk aan gemaakt hebben. Ja. Oh. Ja. Oh, vreselijk. Het is gewoon chapeau voor de mannen. Zulke aparte bloemen. Prachtig. U komt hier vaker met de lentetuin? Jawel. Ja? Nou, ik ben de laatste jaren niet zo geweest, maar nu is het weer mooier. Je moet een keertje... Had u het echt nog nooit gezien? En dit is mooi, ja. Prachtig. En die stellages die jullie hebben, die opgebouwde ornamenten zijn het eigenlijk. Prachtig. En zoveel tulpen hebben ze in Breda niet, hè? Oh, ja, nee. In de winkels. Maar hier heb je zoveel verschillende kleurtjes. Zo onvoorstelbaar. Heel mooi, ik heb echt genoten. Kitterend mooi hoor, ik vind het prachtig. Ja, geweldig mooi. U wordt er volgens mij een beetje blij van. Ja, dan word je van zoiets toch? Ja, zeker kan, weten. Dat kan toch niet wissen? Ja. Hè? Nee, het ziet er zo mooi uit, werkelijk waar. Ik zeg, we gaan even kijken, want ja, het is nu nog. Hè? Ja, het hoort erbij. Hè? Ja, hoort erbij. Hè? Doen Dank we. U wel. Hè? Ja, graag. Heren. Hallo. Hallo. U staat het allemaal mooi te filmen, zie ik. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja. En lukt het? Nou ja, oude dag een beetje bibberen. Ja, er is wel genoeg materiaal om te filmen, hè? Ja, dat wel. Ja, dat is geweldig. Ja? Geniet u er wel van? Ik zit bij de Film Videoclub in Schagen, dus ja, dan moet ik proberen om een klein filmpje van te maken. Oh, dat is nog weer een hele uitdaging voor u. Ja. Nou, succes ermee. Dat ging van de week fout, want ik ging voor het eerst naar het nieuwe gebouw. Ik zie het, heeft een pleister. Maar het is de bedoeling, ja, de paus kust de grond, maar ik deed het verkeerd. Nou, beterschap. Succes met het filmpje. Bedankt. Ik vind hem echt heel erg mooi. En komt dat door het sneeuwthema, denkt u? Nou, dat zou kunnen. De bloemen op zich, ja, op zich ook. En de entourage eromheen, de aankleding? Ja, ook. Prachtig. Heel mooi, heel knap gedaan. Heel knap. Ja, ik vind het mooi. Dus u krijgt hier wel een beetje een lentegevoel van? Ja hoor. Ja hoor. En die mag wel komen ook. Ja, van mij ook. Ik vind het koud zat. Hallo mevrouw. Hallo. Ik zie u net aandachtig staan kijken naar de tulpen. Ja, ik kijk naar die kortjes. De korte... Leuk zijn die, hè? Ik zeg, die zijn heel leuk. Ja. Ja. Voor in de tuin. Ik zeg, die grote, daar hou ik niet zo van. Die wapperen zo omver. Die vallen zo gauw om, hè? Die waaien om. Ja. Ja. Vindt u verder van de tuin? Heel mooi. Nou, we komen net binnen, dus ik heb nog niet zo erg veel gezien. Maar de eerste indruk is goed. Ja, prachtig. We komen elk jaar. Ja? Elk jaar. En ik kijk ook erg naar het werk, wat ze er allemaal van maken. Ja. Heel veel werk. En nog mooi dat er zoveel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Ja, want zonder al die vrijwilligers gaat dit niet, hoor. Nee, dat geloof ik ook niet. Nee. Dan redden ze het niet. Nee, schitterend. Ik vind het prachtig. Ja. Echt heel mooi. Was u hier al eens vaker geweest? Ja, ieder jaar. Zo. Want ik vind het nog mooier als in boven Kaspel. Kijk, dat hoor ik nou van meerdere mensen. Dat vind ik echt leuk. Ja, serieus. Ja. Nee, ik vind het echt heel mooi. Ja. En ik heb ladies meegenomen. Kijk. Die vinden het ook heel mooi. Hey Corine. Ja. Maar vrouwen houden van bloemen, hè? Ja, ja heel mooi. Nee, maar moeder die vindt het vooral heel erg mooi. Want die heeft zelf ook altijd in de huisbroei, in de rijp, zeg maar, planten opgepot. Ja. En prijzen gewonnen. En prijzen gewonnen. Je hebt veel prijzen gewonnen. Ja. Ja, maar nu doen ze dat niet meer bij ons in het dorp, in Grafterij. Dat is wel heel jammer. Ja. Dus daarom zeiden we van, nou, dan gaan we hier een keertje kijken. We gaan toch even naar Brezant. Ja, voorzelf. Ja, dit plaatje, dat vind ik echt een heel mooi plaatje hier. Ja, lady. Staan ze erop, mevrouw? Ja hoor, ja? Zeker. Nou. Wat vindt u van de lentetuin? Mooi. Ja? Geniet ja. u er wel van? Nee, zeker. Ja, want ik zit elke dag in de tuin. U werkt nog iedere dag zelf in de tuin? Ja. Want u bent toch niet meer piep? Nee. 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 Wat goed. 27.
En dan andersom? Ja. Ja. Nee, het is mijn lust en mijn leven. Echt waar. Kijk, dus u geniet hier echt van? Dat krijg je dan, hè? Ja, ik zie het. Ja. Dus hier geniet u wel van? Ja, ik vind het heel mooi. Ja. Ja, we komen uit Drenthe. Oh, oké. Okay. Ja, vandaag. En was u wel vaker hier op de Lentetuin geweest? Nee, nog nooit. Oh. Nee, echt niet. Nee. Dan is het wel overweldigend, denk ik, met al die bloemen. Ik wist ook niet wat ik ervan... Want mijn zus zei, nou, daar en daar gaan we naartoe. En ik zei, nou, dat heb ik nog nooit geweest. Nee, het is heel, heel mooi. Ja. Dus u gaat nu in Drenthe onze lentetuin hier in Bressant promoten? Ja. Zeker. Kijk, helemaal goed. Want, ik vind... het is nog wel een beetje kaal buiten hier nu, hè, met de tulpen. Hè? Dat duurt nog tot mei, hoor. Ja, hè? Ja. We moeten toch eens een keer naar de... Volgens mij heeft u een mooi panoramashot gemaakt. Ja, Engels. Engels, ja, is no problem. How do you like the garden, the bulbs? I think they're very lovely. Yeah, it's just incredible to see the wonderful display here. Yes. You're from England, America? Canada. Yeah. Alright. Especially here for the Lentetuin? Yes. I'm actually a hybridizer of reticulata iris. Quick Ride to Shoehorn has some of my hybrids. Sensational, spot on, a number of new hybrids, white Caucasus. Yeah. And you grow them in Canada? Yes, and I hybridize them in Canada, yes. Yeah. I'm coming up with some amazing new colors, and it's the future of reticulata iris. Alright. And you try to sell it over here? So what I'm looking for here is having bulb growers to increase them. So I've created new hybrids, and I'm very keen on having growers here take my creations and produce into the millions so that we can distribute and everybody gets to enjoy them. Yes. Okay. So I understand. Okay. Yeah. Well, hello. Vindt u de tuin mooi? Sorry. We speak English. We're from Northern Ireland. No problem. We don't. I speak a little English. Oh, do you? Yes. Do you like the Lentetuin? Oh yes, fantastic, absolutely wonderful. Yes. Have you come here before? No, first time. Never been here before. No, there's a group of us over from Northern Ireland visiting the show. We're with Brian Duncan, who's one of the daffodil breeders. So he brought us. And you've seen some nice breeds? Yes, we visited this nursery today. Okay. Yes, so it's beautiful. Look, we have loads of photographs, loads of notes. Yes. So we can order next year. That's very good. Okay. Enjoy. Thank you very much. Enjoy. Dag mevrouw. Hallo. Hallo. Wat vindt u van onze lentetuin? Schitterend. Ja? Ja, geniet u ervan? Jazeker. Ja, ik vind het echt leuk. Ja. En heb je wel het idee dat u een beetje in Tirolse sferen loopt? Ja, vind ik wel. Ja, ik vind het echt prachtig. Ja. U ook wel, mevrouw? Ja, ik geniet ook, maar ik heb in Tirol eigenlijk nog nooit tulpen gezien. Nou kan ik me vergissen, maar... Nee, dat klopt. Maar je weet het niet, hè? Ze zijn werkelijk schitterend. Ja, het is enorm mooi. Ja. Dus jullie gaan straks lekker met een lentegevoel naar huis? Ja, zeker weten. Ja, ik vind het gewoon altijd mooi hier hoor. Elk jaar weer. Het is echt heel mooi. Ja. Voorjaar. Ja. Toch? We zijn er aan toe, hè? Heel erg. Ik tenminste wel. Ik ook. Ik ook. Ja, zeker weten. Was je wel eens eerder hier op de Lentetuin geweest? Ja, bijna alle jaren komen we. Okay. Komt van ver? Van Winkel, nee hoor. Nee hoor. Half uurtje. Ja, dat valt wel mee. Dus. Maar wel een vaste bezoeker? Ja, meest wel. Ja. Af en toe, ja wel. Meest alle jaren dat we hier, meestal zondagochtend, maar nou een keer zaterdag. Net een mooie tijd, niet zo druk. Ja, dat klopt. Want als er zoveel mensen zijn, dan zie je ook weer zo weinig. Ja, dat klopt. Dit is zo net gezellig. Ja. Je bent niet alleen. Nee. En toch kun je alles goed zien. Nou, zo is het. Toch? Geniet er lekker van. Doen we. Oké, dankjewel. Dank u wel.